Ik heb Sier te Vos vier keer aangenomen en vier keer ontslagen. Ja, dat is een paar keer overdreven, maar het klopt wel, ja. Waarom dan? Je kan zich zo vreselijk aanstellen en, en zo vreselijk met mensen omgaan. Ik heb Sier wel, uh, wel huilend meegemaakt en, 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 en treurig en verdrietig en uh, en uh, weet ik veel wat van een buien die allemaal had. Pff. Cornelis Johannes Jansma, ridder in de orde van Oranje Nassau. Van hartelijk welkom bij kopstukken vanuit NOLA in Utrecht. Dank u zeer. We gaan over uw vak praten. Ja. 55 jaar sportjournalistiek. Hoe lang? 55 jaar en een beetje zelfs. Ik ben nu wel moe, ja. <laughs> ja. Vooraf de spelregels. Uh, vindt u prettig als ik voetsfarieer of duwtweer? Nee, ik vind duwtweer de leuker. En zijn er bepaalde dingen waar, u, waar jij sowieso niet over wil praten? Nee, als ik ergens niet over wil praten zeg ik dat. Helemaal goed. De fascinatie voor voetbal, waar is die begonnen? Nou, dat is makkelijk. Dat is uh, mij met de paplepel door mijn vader uh, bij mij ingegoten. Ik herinner me nog dat ik vanaf mijn zevende jaar met hem mee naar het voetballen ging. Mijn eerste wedstrijd was bij, bij Velox tegen Burgia hier in Utrecht. En de uh, eerste in het land was uh, in 1956. Dat kan je nagaan, maar bij ons thuis ging het altijd over uh, twee dingen. Theater en voetbal. En uh, nou ja, die Basil uh, is voor een gedeelte wat mij overgeslagen. Ja. Ja. En want als kind wilde je ook al met alle verjaardagen, Sinterklaas, kerst altijd voetbalboeken hebben. Altijd. En nog steeds trouwens. Ik heb van de week nog een, een boek besteld van de kanon van het Nederlandse voetbal. En toen kreeg ik de verkeerde van de boekhandel. Dus toen, uh, daar ben ik weer heel pissig over. <laughs> maar nee, ik, uh, ik, ik heb alles, ik verzamel alles. En uh, ik, ik kan uh, verdrinken in oude foto's van, uh, van Zwart-Wit uit, uit Sport en Sportwereld van de jaren 50, 60. En wat is dat dan? Ik kan nog steeds even opgewonden raken als ik naar een voetbalstadion loop. Uh, ja, als als uh, tijdens uh, corona ik, uh, in een leeg stadion kom, dan heb ik toch nog steeds de rillingen. Al hoor ik niet het geluid van de mensen, zie ik de koppen niet. Het, uh, het, het wint mij op ik, uh, in, in een buitengewoon prettige, prettige manier. Ik, uh, ja, ik, het, is, het is mijn leven, dat klinkt allemaal heel zwaar, zo moet je het niet zien, want er zijn nog andere dingen. Maar ik, ik, ik heb, er, ik heb er ongelooflijk veel mazzel dat die 55 jaar voor een groot gedeelte bestaan heeft uit het kijken naar, uh, naar sportevenementen over de hele wereld. En wanneer wist je dat je dat wilde gaan doen? Oh, heel jong al. Um, wij zaten vroeger op, uh, op de plantage Muidengracht in Amsterdam. Zaten we uh, een kleine woonkamer met z'n allen rond de radio. En we bepaalde uh, uitzendingen moesten we stil zijn. Dat was G.B. man op zondagmiddag tien over één. Dat was Dick van Rijn vanuit het buitenland. Goedemiddag dames en heren. In Oost of West of waar ook de wereld. Hier is Dick van Rijn vanuit Boedapest. En dan dacht ik, dat wil ik ook. Want dan waren we, moesten we stil zijn en dan... Uh, dan vertelde hij wat er gebeurde. En uh, ik denk ja, dat. Ik heb nooit de behoefte gehad om profvoetballer te worden. Ik heb altijd de behoefte gehad om uh, verslaggever te worden. En uh, dat vond ik romantisch. Dat vond ik. Uh, ja, dat, je mensen, dat mensen naar jou gaan luisteren en kijken. Terwijl jij vertelt wat je, of wat je ziet en leuk vindt. Want dat heb ik van jongs aan het allerleukste gevonden. En hoe werd daarop gereageerd? Ja, prima. Uh, althans, ik heb niet de wens meteen uitgesproken toen ik zo jong was. Want mijn vader had. En mijn moeder ook. Had. Uh, ...had wel de behoefte dat ik een soort schoolopleiding volgde. Nou, toen ze in de gaten kregen dat dat onmogelijk was, hebben ze me verder wel uh, mijn gang laten gaan, ja. Ja, en dat me daarin enorm gestimuleerd. Want ja. het was niet leren en niet luisteren en niet stilzitten, geloof ik, hè? Ja, willekeurige volger, dat, 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 dat klopt, ja. Ik... Uh, het, het, het was allemaal sport. En uh, niet alleen voetbal hoor, alle sporten. En uh, ik vond de schoolbanken een absolute crime. En ik vond onderwijzers en leraren, leraren vreselijk. Ik kan me nog de namen van, van de meest afschuwelijke docenten uit de beginjaren van mijn middelbare schooltijd herinneren. En hun opdrachten. zuid zuid waar ik een wisse dokter Wilson-Chef uitzag in de Ville van Londen. Jans Maat wilde vijftig keer overschrijven. Vergeet je echt nooit meer, dokter Hans Maatje. Want wat voor kind was je? Ja, Buiten onprettig. <laughs> uh, nou, ongeduldig. Ik heb wel een hele prettige jeugd gehad. Uh, daar heb ik het vaak met, met Johan Derks over, die zegt van het grote verschil tussen ons twee is dat jij een leuke jeugd gehad hebt, zegt hij tegen mij. En dat klopt. Hij heeft nog niets ontbroken, van niet aan, aan liefde en genegenheid. Nee, dat, is, uh, dat, is, uh, dat, dat kan ik nog steeds als een warm bad voelen en ook echt ervaren. En hoe zou je je eigen persoonlijkheid typeren? Ik ben niet op mezelf afgestudeerd, maar, maar uh, <laughs> uh, dat zei ik net al, ik, ik, ik kan erg onbeheerst zijn. Maar ook heel, ja, er zitten tegenstrijdigheden Het zit, heeft tegenstrijd, misschien met mijn sterrenbeeld te maken. Er zitten tegenstrijdigheden in. Ik kan uh, heel sociaal zijn en soms ook heel asociaal. Het sociale overheerst hoop ik. Dat, dat hoor ik ook wel van vrienden en kennissen. Maar het asociale zit er ook wel in. In dit vak wat ik uh, al die jaren heb gedaan en heb leiding gegeven, moet je af en toe asociale beslissingen nemen. Die, doe ik niet, die neem ik niet graag, maar die neem ik dan maar uh, uh, heel snel en heel krachtig en zonder aarzelen, want dan ben je er vanaf. Dat is een van de lessen die ik ook nog van Vergaal van heb meegekregen in, in mijn nadagen. Slechte boodschappen kun je beter zo kort mogelijk formuleren om te brengen. Dus daar de, zitten de, de tegenstrijdigheden in. Ik kan heel vrolijk zijn en ik kan heel somber zijn. Ik ja. kan heel erg. Uh, het heel erg naar mijn zin hebben en ik kan het heel erg niet naar mijn zin hebben. Het positieve overheerst, vind ik. Ja, er wordt ook wel. Dat, dat, je haalde Jan Derksheid al aan. Die zegt altijd: er is een case voor de camera en er is een kees achter de camera. Ervaar je dat zelf ook zo? Nou, er zit een groot verschil in. Ik ben heel goed met Johan Dergs. Ondanks dat hij af en toe wat over me roept. Maar ik, dat plaats ik in de, in de categorie. Ik moet tenslotte toch ook dat programma verkopen. Maar uh, ik, ik heb tegen de Johan niet de neiging om uh, mijn persoonlijke jongenshumor uh, ook aan de kijker mee te delen. Nee, daar heb ik, daar heb ik gewoon geen behoefte, geen behoefte aan. Dat, 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 daar heb ik niks mee. Dat lukt me ook helemaal niet. Hm. En uh, ook niet als ik me forceer. Dus. Het kost mij geen enkele moeite om, uh, om uh, grappig te zijn uh, over alles en nog wat buiten de camera. En dat niet te zijn voor de camera, want dat doe ik mijn werk. Alleen Derksen zit in een programma, in een, een, een Amazone-industrie, waarbij dat wel is gevraagd. Ja, dat heb ik nooit gewerkt. Dus misschien als ik daarmee was opgevoed, dat ik dat ook had gedaan. Dat weet ik niet. Maar het is niet mijn stijl, nee. nee. Wat mij opviel in de, in de interviews die ik las in voorbereiding voor dit programma, is dat je ook erg zelf kritisch bent. Ik, ik zag termen als onzeker, laf, onbeheerst, opvliegend, geen natuurtalent. ...dan nee. eigenlijk niks, oververantwoordelijk, <laughs> ijdel, dominant, bezitterig en overdreven beschermend. Dit zijn interviews over de afgelopen vijf, vijf, ja, is, vijf ja, jaar, neem ik aan. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dit is niet één interview nee. geweest, dit, hè? Nee, nee, nee. nee zeker. Nee. nee. Wat ik in deze tijd heel erg lastig vind, is dat... Um, ...omdat ik... Uh, ...nou, overdrijf ik. Ik overdrijf. Omdat ik de uitslagen aardig kon voorlezen... ...word je een min of meer bekende Nederlander. Ja. Uh, en... Die wordt dan ook van alles nog wat toegedacht. Je moet uh, verstand hebben van, van pandemieën tot aan uh, politiek. En daar ben ik in beide enorm in geïnteresseerd en ben ik erg bij betrokken, maar ik heb er geen verstand van. Ja. En omdat je nou toevallig uh, enigszins bekend bent, uh, mag je bijna geen onzekerheid meer daarover hebben. Of twijfels. Of, uh, en als je dat zegt, in een tussenzin, dan krijg je dus deze opsomming. Ja. Het is ook niet zo dat ik de hele dag onzeker over straat loop en denk van wat ga ik nou weer doen. Dat is... Uh, en wat kan ik wel of niet? Maar oh, je bedoelt dat je het in een bijzin zegt en dat, dat dan meteen helemaal uitgelicht wordt en dat dat dan de hoofdstuk één van de artikel ja, wordt? Ja, ik kan niks. En natuurlijk kan ik wel wat. Uh, maar ik vind het aanmatig om te zeggen van, dat ik veel kan omdat ik toevallig ben opgegroeid en vergroeid met sport. Ja. Nee, dat is niet zo. Ik, 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 uh, ik, ik ben geen uh, grote nationale persoonlijkheid omdat ik in, in de sport ben opgegroeid. En, en uh, dat vind ik nou... Als je dat onzeker wil noemen, prima. Maar ik vind het meer realiteitszin of zelfkritisch vind ik het ook niet eens. Oh, dat is een constatering van... Wat ik denk dat ik ben en waar ik overigens heel gelukkig mee ben, in de meeste, meeste gevallen. Maar uh, het is niet zo dat ik, uh, dat ik nou, mezelf uh, opspel dat ik helemaal niks kan, nee. Maar ik ontmoet gelukkig mensen waarvan ik denk, die kunnen echt heel veel. <laughs> ja. Maar het draait eigenlijk meer om het vak dan om de persoon? Ja, ik, ik ja, ja, ik, uh, Jezus, ik heb natuurlijk een, uh, en ja, dat wordt dan bescheiden genoemd, maar dat is het niet. Ik heb nogal wat geluk gehad in mijn leven zeg, her en der. En uh, daar heb ik ook wel wat voor gedaan en voor gelaten. Maar uh, uh, het is niet zo dat ik, uh, omdat ik een natuurtalent ben, ik ben meer een harde werker. Hm. Ik ben geen Smeets die ik als voor de camera natuurtalent vond en vind. En, uh, ze zijn er zijn nog wel een paar voorbeelden te noemen. Maar ik ben een harde werker, maar ik heb ook geluk gehad. En ik heb het ook afgedwongen. Dus het is niet zo dat ik uh, als een kansloze, omhooggevallen sportjournalist nu tegen jou of tegen jou zit in mijn nadagen. Nee. nee, Dat is ook niet zo. Wat was het belangrijkste gelukmoment? Als je uh, gek bent van sport en je houdt van grote sportevenementen... en je zit bij een WK-voetbalfinale uh, vooraf uh, 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 in de dugout of in de kleedkamer bij de spelers... en Mandela komt binnen, dan denk je, dit moet ik onthouden. Dit, is, dit zijn <laughs> dingen die, maak, die had ik nooit gedacht mee te maken... terwijl je vrouw en je kinderen op de tribune zitten aan de overkant. Ja, dan denk je wel van... Nou, dit is, hier ben ik fijn begenadigd. Ja. Ja. Dus dat is het mooiste gelukmoment eigenlijk. Dat moment ja dat... het, 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 het mooiste gelukmoment, dat is... Uh, dat vind ik alweer zo zwaar klinken. Ja. Of ik daarna huilend naar huis ben gegaan. Dat, dat was is... niet zo. Nee. <laughs> okay. nee. Ik dacht: 55 jaar, waarom moet ik beginnen? Wat ik gedaan heb, is: ik ben naar het, Instituut, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid gegaan in heel veel. Ben je dan nog nooit geweest? Nou, ik was ook nog nooit geweest, maar het is me uitstekend bevallen. En ik heb gesproken met niemand minder dan de directeur, Eppo van Nespe tot Zevenaar. En uh, daar hebben we hebben een filmpje mee opgenomen over ik? uw carrière. Kees Jansma, geboren 26 juni 1947. Hier bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid hebben we bakken vol met Kees Jansma. En terecht, de beste sportjournalist, zo'n beetje. Op televisie en ook in de krant. Vergeet dat niet iedereen is. 4200 artikelen zijn er over Kees Jansma. En hier bij ons 1500 programma's waarin Kees een rol speelt. Op 19-jarige leeftijd besloot hij de beroemde legendarische Herman Kuiphof een brief te schrijven. Waarom? Het WK 1966 zat er aan te komen en hij wilde daarbij zijn en hij had al thuis zitten oefenen als kind. Hier met een t je Een heel groot T-7 trouwens. Eh, om sportcommentator te willen zijn. Om ja die man te zijn die alles kon brengen. Met de foto van de beroemde legendarische Halm Hollander, de vooroorlogse sportverslaggever op zijn bureau. Bij Kees Jansma is het eigenlijk heel moeilijk te zeggen wat een echt hoogtepunt was. Want die man heeft niet alleen veel hoogtepunten gekend. maar ook gezorgd dat er veel hoogtepunten bestonden in de sportjournalistiek. Maar als ik aan één ding mag terugdenken. dat is in 1978 een interview met Willem van Hanegem. waarin Willem tot tranen toegeroerd was. omdat hij moest afhaken voor het WK. En Kees wist door zijn unieke manier van ondervragen. Ja, dat naar boven te krijgen. En het mooie is, een man met een groot hart die ook talenten groot heeft gemaakt. He, Umberto Tan, Wilfred Gené. Zonder Kees Jansma waren die niet geworden wat ze nu zijn. Hij heeft ze getraind, geoefend, gemaakt en ervoor gezorgd dat u nu in uw huiskamer kan kijken naar ja, sportverslaggevers met dat klein beetje, maar o zo belangrijke Jansma-DNA. Het was ook niet voor niets dat hij hoort tot de grote drie in de tijd: Marts Meets, Jack van Gelder en Kees Jansma. De Badmuts. Even het over het Jansma-DNA. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Geen idee. Nee. 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 Kijk, wat, wat ik wel leuk vind, en dat. dat want de uitleiding is niet vreemd, maar in dit geval is het. Is, wat ik erg leuk vind, is dat ik natuurlijk wel heel veel. Jonge mensen aan mijn bureau heb gekregen. Logisch, want ik had die functie en ik heb het jarenlang gedaan. Maar dat ik wel dacht: van jij kan het wel en jij niet en jij moet dit en jij moet zo. Ik heb heel veel tevreden, zal hij zeker verteld hebben, nog weggestuurd in die, in die periode. Vaak in je ik. Ja, omdat ik hem gewoon aanmatigend een vervelende man vond. Een jonge man vond. Waarvan ik wel dacht: oe, dat zou wel eens een hele goede presentator kunnen worden. Maar ik vond hem wel vervelend. We hadden tenslotte dus in die tijd hele goede mensen als Martsmeet, maar ook anderen. En denk denk, ja, joh, wil gewoon lekker rustig aan, kan allemaal beginnen, joh, weg. En hetzelfde uh, geldt ook voor Sierte Vos, om maar even iets te noemen. Er zijn mensen die, die hebben aan mijn bureau gestaan en ben daar heb ik al lang, langdurig mee samengewerkt. Ik, wil, ik geloof wel dat ik enig oog voor, uh, voor, uh, voor talent, talent heb. Ja, dat geloof ik wel. En wat keek je dan naar? Wat was dan belangrijk, zeg maar? Nou, allereerst passie. Bij alles wat je doet, dat is mij dus door mijn vader en mijn moeder uh, ingegroot, en moet je wel passie hebben. Je kunt, niet, je kunt dit werk niet doen. Dat is, mijn huidige, dat is mijn bezwaar tegen sommigen van de huidige generatie. Die willen graag Mart Smeets zijn of Jack van Gelder. Ja, dat klopt. Nou, die hebben vrij hard gewerkt hoor. En dan kun je niet zeggen van, ach, nou, ik, het is vandaag Nederlands elftal speelt, ik ga maar niet. Want ach, nee, dan moet je overal bij willen zijn. Overal bij willen zijn, overal vooraan willen staan, overal nieuwsgierig willen zijn. Dat, dat herken je gauw genoeg bij mensen. Gene was er natuurlijk zo een van. Seert Vossen ook van. Jan de Jong is er een van die nu uh, directeur van de ECV is. Zo komt het een tijdje doorgaan. Fresia. ja, van Tricht. Dat ze dacht van ja, dat ze, op afstand merk je dat die, dat die die passie hebben, dus die, 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 gaan, die, die gaan hun weg wel vinden. <laughs> begon bij jou met een briefje aan Herman Kuiphoff: Of is het Tassel Mocht Dragen? Eppo die refereerde er net aan. Ja. Uh, van wie heb je het meest geleerd in je carrière? Nou, allereerst toch wel van de Kuiphoff. Die, die was een zeer gekend uh, schrijvend journalist en tv-persoonlijkheid. Maar daarnaast uh, heeft hij tegen mij gezegd: uh, jongen. Er is meer dan die bal alleen, dus, dus weliswaar worden we daarop afgerekend, want dat is ons werk, maar politiek moet je je ontwikkelen. Je moet geschiedenis tot je nemen en uh, talen moet je in, in, in bekwamen. Dat, was, dat Wat, wat, wat uh, onderwijskrachten en leerkrachten niet lukt, dat lukte kuiper wel, want ik dacht, ik kom tekort, ik, ik, ik weet te weinig, ik, uh, ik, ik moet dingen gaan doen, anders dan loop ik, ik achteraan met al die, al die wijze mannen om me heen, en vrouwen. Ja, en toe toen voornamelijk mannen. Hè. En, uh, uh, dus die heeft me wel een, een enorme set in de, in de goede richting gegeven, Want ja. Dat ja. zag ik ook veel terugkomen in mensen die jou beschreven. Ze zeiden het lijkt alsof het allemaal achterloos is en dat hij net kon binnenlopen, maar hij heeft zich vreselijk goed voorbereid en alles heeft hij uitgezocht voordat hij ergens zat. Ja, nou, dat moet ook. Dus, dus dat, Tenminste, dat vind ik. Kijk, uh, ook als ik hierheen kom moet ik toch wel weten wie uh, allemaal hier geweest zijn en, en waarom, of dit serieus of niet serieus is. En, uh, uh, Zelfs de eenvoudige quiz waar ik af en toe aan meedoe, denk ik, ja, ik zal toch wat dingen moeten weten. <laughs> de, ja, dat zit er van jongs en maar in. Ik, 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 ik lees er vreed alles. Was dat een prettige omgeving om in te bewegen? Want ik las ook in de boeken dat ze erg kritisch, ook een beetje cynisch waren in eerste instantie. De ouderen? Ja, ja. ja, ja. Zeker. Zeker. een totaal andere tijd dan nu. Uh, de, de, ik, ik, ik ging met ze mee naar wedstrijden in het buitenland en ik zat dan... Uh, ik moest dan uh, echt achter in de auto zitten en mijn kop houden. En dan uh, zeiden ze, nou, we gaan nu even een hapje eten. En dan, werd keurig een werd tafeltje ernaast gezet. En, uh, en het was ook altijd u. Er was een enorme afstand tussen injuurd Adven en MNS. En die namen zegt niemand meer wat. Hoewel het een legendarische man was. Uh, van het niveau van, van Holland. Uh, maar er was een enorme afstand tussen die mensen, die generatie. En tussen beginnende sportjournalisten. En was dat goed? Ja, het is ondenkbaar dat dat nu zo is. En, en het was, voor mij was het goed. Ik wil ook uh, prominent op die peristribune zitten en uh, een verslag doen en, uh, en serieus genomen worden Maar je kunt het niet meer vertalen naar nu, dat zou, uh, dat zou echt ridicul zijn zoals het toeging ja. <laughs> maar wat voor gevoel had je een 18 in de auto? Was je dan onzeker en ja, liep je ja, steeds op ja. je tenen? En... Dat was, volgens mij was het ook de opzet om je, om je klein te houden zodat je zodat je ook nog wel de koffie ging halen in het stadion en dat je uh, blij was, dat je, dat je dankbaar was dat je mee mocht. Want dat was ook wel heel wat, dat je mee mocht naar de wedstrijd van het Nederlandse aftal. En je voelde je zeker, zeker onzeker, ja. En uh, daar zorgde ze ook wel voor. Ja, want de chef bij de tijd zei ook van complimenten geven maak ik je niet beter. Zo ben ik niet opgevoed, nee. nee en dat is ook misschien mijn fout, de, de, mijn nadeel geweest dat ik dat te weinig tegen mensen heb gezegd, maar ja. Uh, toen kwam ik weer Van Gaal tegen en die had ook dezelfde, dezelfde houding. Van, ze weten dat ze goed zijn, anders spelen ze hier niet. Dus ik moet ze wijzen op wat ze niet goed doen. Ja. Wat ze wel goed doen is hun selectie. Want uh, hoe heb je dat zelf gedaan toen je op een gegeven moment 120 man onder je had bij Studio Sport? Wat was dan je eigen stijl van leidinggever? Nou, ik ben chef sport van een grote afdeling bij de NOS geworden zonder, zonder enige ervaring. Helemaal niks. Het enige waarom ze me, me kozen was dat ik tijdens het EK Voetbal 88 leuke gesprekjes met Michels had gehad. En uh, nou, die, was, die man was populair en die deed het goed in het land. En weet je wat, dan maken we, die maar, uh, maken we die maar chef sport. Dat heb ik gedaan omdat ik ambitieus ben. Maar toen kwam ik wel een aantal dingen tegen: leiding geven, financiën, uh, sociaal zijn, contacten naar buiten uit. Dat heb ik echt al nooit van gehoord. Hoor. Ja. Dus dat heb ik min of meer zelf, uh, zelf uitgevonden. En toen dacht ik: beter maar duidelijk zijn, dan dat mensen, als je, als je met jou gerooken hebt denken: wat zou je nou eigenlijk bedoelen? En duidelijk zijn is niet altijd even leuk. Nou, je beheerst heel veel verschillende facetten. Dus je hebt natuurlijk eerst veel geschreven, radio gedaan, televisie gedaan, later ook internet. Um, er wordt ook vaak gezegd, het is beter om je te specialiseren. Maar, maar je bent bij uitstek een generalist. Hoe kijk ik, je daarnaar? Ik, uh, ik vond alleen verslaggeven, alleen bij, bij, bij Ajax of zijn of zo, uh, wat voor veel mensen prima is, dat vond ik te weinig voor mezelf. Op een gegeven moment. Ik dacht, ik, ik moet wel meer kunnen. Dus vandaar ook dat toen ze mij vroegen om chef sport te worden, dat ik de redactie heb toegesproken. zal had ik ook niet meer vergeten. Hier sta ik, ik kan niks. Maar ik ga het wel leren. Dus uh, ik denk, ik ga de uitdaging aan. En wat ik wel, anders wordt het zo negatief over mezelf. Wat ik wel beheerst, is dat ik uh, goede mensen uh, uitzocht of vond of herkende, die mij konden steunen in wat ik moest doen. Uh, nou, ook dat herken je nu weer aan goede coaches, die kiezen hun staf en uh, die kiezen de juiste mensen om zich heen. En dat heb ik wel gedaan. Ja. Want wat voor werkveld is er sportsgymnastiek, of was het in die tijd? Ja, ik heb het natuurlijk gedaan, dat was, uh, ik zou bijna wel zeggen de makkelijke, de makkelijke opstartperiode. Je gaat met een blok naar een stadion, gaat op de tribune zitten, schrijft een stukje. En dat bel je door. Of dat, dat, ik heb nog de tijd voor de telex meegemaakt. En, en uh, dat, uh, dat, uh, dat, dan krijg je de steno aan de lijn en dan bel je een stukje door. Dat is de makkelijke tijd. Drie stukjes in de week, uh, inpakken en wegwezen. Dat vond ik toen natuurlijk niet, want ik lag wakker van die stukjes. Maar... Wat een journalist nu moet doen, dat grenst aan bijna, bijna ontoelaatbare. En waar ligt het dan aan? Nou, de werkdruk. Je wil, dit soort dingen moet je doen. Van een podcast tot vloggen tot, tot Facebook tot Twitter. Tot... En daarnaast moet je nog een stukje voor de krant schrijven. Maar je wordt gedwongen om veelzijdiger te zijn. Maar dat was eigenlijk, had precies in jouw kraam te pas gekomen dat in klopt, tijd. Maar ik tijd. Maar als het ging om, om uh, um, uh, verslaggeving deed ik één of twee dingen in de week. Naast mijn leidinggever. Maar hier moeten mensen als Willem Vissers of Valentijn Driessen of uh, Mikko Schouka. die moeten dus uh, echt zes, zeven dingen doen in een stadion terwijl ze vroeger één ding deden. Ik bedoel, dat gaat ten koste van de, van de kwaliteit. Dat, 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 wordt, dat wordt minder. Dat kan niet anders. Maar ja, het, je, je, zo wordt de huidige generatie opgevoed. En dat leidt tot, uh, tot een soort uh, verschraling, vind ik. En hoe heb je de wereld van de voetballerij ervaren? Dat is natuurlijk mijn wereld. Ik, uh, ik ben natuurlijk opgegroeid vergroeid met de sportwereld en, en met de voetballerij. Dus ja, ik ken iedereen en andersom. En, en, uh, ja, dat, ik, vind dat, ik vind dat voor mezelf een, een, een spannende en niet onprettige wereld. Nee, ik uh, kan me er wel in wentelen. Je zegt net van in vergelijking met nu was, hoefde je vroeger veel minder. Alleen de werkdruk die door de jaren heen is gegaan, die was enorm. Na tien jaar uh, studio Sport, toen viel er een soort last van je schouders toen je, toen je vertrok. Ja, het was een hele moeilijke tijd, hè, omdat er toen nog dingen zich ontwikkelden. Uh, commerciële televisie, uh, commerciële zenders van TV10 tot Sport7. Het, 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 het bolwerk van de publieke omroep werd aangevallen. En uh, Omdat ik een dominante persoonlijkheid ben, vond de redactie, de grote redactie. Die vonden wel dat ik ook voor op de barricade moest staan. Ja. En uh, uh, ja, want eigenlijk keken ze me ook aan met, met hondenogen: van. Uh, uh, jij kent ze allemaal zo goed, jij bent zo goed in die wereld, nou los ze er ook maar even voor ons op. Nou ja, dat is niet gelukt. Althans, niet in eerste instantie. Nee. Wel in tweede instantie. Dus de werkdruk was enorm bij Studiosport. Dus ik vond na tien jaar, toen we eerst wegzakten en weer terugkwamen, vond ik het een mooi moment om te zeggen: van, uh, uh, Nou ga ik iets anders doen. Ga ik het proberen. Uh, dan nou moet ik dit wel verlaten. Iedereen kent me nou wel binnen die publieke omroep, dan moet ik, moet ik maar even een andere weg gaan vinden. En hoe gingen die collega's onderling met elkaar om? Toen ik kwam waren het enorme ego's. Ja, ja dat is uh, enorm. De generatie Koen vroeg Hugo Walker, Theo Rijtsma, uh, Herman Kuipers, dat, dat waren vijanden van elkaar, want die, 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 die pikten elkaars wedstrijden af en zo. En daar heb ik wel iets aan kunnen veranderen. Ja. Ja. Dus die, die enorme rivaliteit die, 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 die vond, uh, nou, dat, dat vond ik gewoon niet passen. Nee. Nee, en ook een beetje het gebrek aan loyaliteit. Althans, toen op een gegeven moment uh, uh, Theo Rijsma niet de chef werd bij Studio Sport. Toen had hij met elkaar daar een soort voor hard gemaakt. om ja. dat toch door te krijgen. Je hebt je goed Eén, voorbereid. Eén ja. voor één een ja, kamertje ja. ingeroepen. En alleen Ruud de Weide, die, die hield stand. zeg maar. Karel Enklaar die vond dus dat uh, Kees Boer chef moest worden. En wij met 19, de redactieleden. die zich allemaal echt serieus namen. vonden dat Theo Rijsma dat moest worden. Ik was daar een fel, als jongeman man een voorvechter van. Ik had Theo hoog staan. En uh, nou, we werden met z'n allen 19 man genegeerd. En uh, we hebben ook een brief geschreven, ondertekend door die 19 man. En een geweldige strategie was van Enkelaar, dat heb ik nou de hand gegeven, dat is <laughs> alle 19 man binnenriep, afzonderlijk, één voor één, mij als laatste, vrijdagmiddag. En we wisten niet precies wat de uitkomst was van die 19 gesprekken. En tegen mij zeiden: Jij bent tegen Kees Boerhout en voor Theo Ja, dat klopt. Ik vind, ben voor Theo Rijtsbaan. Die mooi, dan ben je ontslagen. En dat was zo ongeveer mijn, uh, mijn gesprek. Dat is een verdomd handige. Hij had al die anderen toch een beetje aan zijn kant gekregen. En alleen is... Ruut de Weijden van die andere, andere 18, heeft altijd. die, die, ja, die bleef ja, ook ja, aan jouw kant staan? Ruut Weijden altijd zijn, zijn poot gehouden gezegd van dit hebben we met z'n allen besloten. En daar blijf ik achter staan. Dus dat klopt. Dat klopt. Ja, ja met een vervelend gevoel vertrok je toen? Ja, natuurlijk. Wanneer was het? 1980? Ja. Het waren, het waren niet dusdanige salarissen dat ik naar huis toe kon gaan en zeggen van uh, ik ben ontslagen en ja. uh, we gaan het even een jaartje uitzingen met elkaar. Nee, dat kon ik een maandje volhouden. Ja, waar ik doodziek van was, is dat anderen bleven natuurlijk gewoon zitten. Ja. Ook uh, achteraf gezien allemaal heel begrijpelijk. Juist vanwege alle andere overwegingen, financiële en weet ik veel wat. Maar ik, 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 ik zat wel thuis. Ja, je werd eigenlijk in de steek gelaten. Als iedereen gewoon voetbalstuk stuk had gehouden, dan was ja. de reis maar misschien een nieuwe dat, chef geworden. Dat, 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 dat ja, ja, ja. Wat was jouw specifieke kwaliteit in die tijd? Mijn meest belangrijke eigenschap is altijd geweest dat ik overal wilde zijn. Uh, en dat ik me heel erg, uh, als ik thuis zat en er was ergens een groot sportevenement en ik, ik mocht daar niet heen en we kon er niet heen, dan had ik de tieve zin. Hm. Ik denk van nou, daar wil ik ook zijn. Dan word je, dan word je onvermijdelijk. Hm. Dan zegt de baas, nou laat hem dan maar gaan, want hij wil zo graag. En, uh, nou, dat, is, dat is wel een eigenschap die ik, die vind ik wel interessant je ziet de volkszijde altijd, je wordt onvermijdelijk omdat je zo irritant bent. Dus dat is een, een andere eigenschap. Maar het is altijd een belangrijke eigenschap. De nieuwsgierigheid erbij willen zijn. En, uh, nou, en ik houd ook erg van gezelligheid met collega's uh, onderweg op stap. Het vak, uh, het vak lullen. Is het lastig om distantie te bouwen als je er steeds bij bent en je leert die mensen steeds beter kennen? Ja, dat is het wel. Ook niet mijn sterkste de eigenschap, denk ik. Uh, je, je wordt één, één met... Uh, met, met ja, je gaat een, met een sporter praten, en je, dat heb ik nog wel, dan, denk ik van, ja, dan roepen we met z'n allen dat die klootzak kan er geen van. Dan denk ik, ja, die heeft toch een dag of vijf, uh, zes hard getraind. Die trainer is tevreden over, de medespelers zijn goed tevreden over. Hij heeft vandaag een mindere dag, waarom moeten we zo hard oordelen? Dat heb ik nog wel een beetje in me ja. zitten. Op een later moment in je carrière word je op, op een gegeven moment zelf perschef van Oranje. Ja. Nou, dat is met distantie natuurlijk helemaal lastig, want dan word je eigenlijk van twee kanten bejegend. Ja. En je had ook heel veel verschillende, uh, verschillende petten op. En ik begreep dat je er ook nog even over getwijfeld hebt. en toen zelf op 57-jarige leeftijd. nog aan je vader gevraagd hebt: Moet ik het wel doen? Ja, dat is waar. Uh, ik, dat vind ik overigens geen onzekerheid. maar okay. is, dat was mijn houvast. Mijn vader was een nuchter man. met een grote passie voor, de, voor sport en voor journalistiek en voor tv. Dus die heb ik inderdaad gezegd. Pa, nou word ik gevraagd, zoals Perce van El Zalftol. Dat is wat, want de, de helft van de journalistiek gaat roepen. Hij, hij stapt over naar. Hè? Je, had ja. ook, je had ook parlementaire verslaggevers. Die, postelingen voorrichter werden van politieke partijen. Die kregen ook flikken op een donder. En uh, word ik daar middelpunt van, uh, van gesprek over. En dan uh, word ik, uh, word ik over bejegend. En ik niet altijd even leuk. En dan zie ik tegenop, en toen zei hij dus de, de, de zin, heel kort, vind je het leuk? Dus ik ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. nou dan. En uh, dat was het setje wat ik, uh, die heb ik altijd wel een beetje nodig gehad. Iemand die me, die me een kontje geeft en zegt van doe dat nou maar, want je wil het. En dat was best lastig manoeuvreren, maar en daar ben ik best wel trots op. Dat heb ik vijf toernooien gedaan, zonder al te veel grote, grote belangenverstrengelingen. Ik heb altijd het, het, het wel succes, succesvol natuurlijk, maar het is niet zo dat ik nou echt veel conflicten heb meegemaakt, of dingen heb verzwegen of journalistiek heb verwaarloosd ten tijde van mijn perschefschap. Nee, ik vind dat ik daar wel goed doorheen gekomen ben. Want wat was jouw visie op de taak van perschef? Nou, die is nog steeds hetzelfde. ...dat je moet communiceren met de, met de kijker, met de lezer, met, uh, en dat, dat je niet moet communiceren met die journalist. Dat wil zeggen, als Nels Afton nu een hekel heeft aan Voetbal International, het programma van en Zij, bedoel ik... ...of het blad Voetbal International, of aan De Telegraaf, ja, ik zou daar overheen stappen. Hm. Ik zou zeggen van, ja, dat kan wel zo zijn, maar op het moment dat je, je moet communiceren met die lezer en met die kijker... En dat Vaanderen en jou niet zint, of Johan Derksen je niet zint, of Wilfried Genee niet. Ja, nee. Ze hebben zoveel kijkers uh, of zoveel lezers achter zich of rondom hen. Dus die moet je zien te bereiken. Ja. En daar ben ik sterk voor. Overigens wel zo dat ik uh, uh, jarenlang jaar tegen Louis Vergaal zei: op dinsdagmorgen om tien uur. Dit is je agenda. Mijn voorstel is één interview VI, twee interview Telegraaf. En dan zei hij altijd: we beginnen met punt drie. <laughs> Want punt 1 en 2 kreeg ik hem nooit over de streep. Okay. Dat lukt hem, is me nooit gelukt. En je zei net, uh, ik heb dat netjes gedaan, maar ik, ik las ook een citaat. Soms marchandeer ik of manipuleer ik ter bescherming van de jongens. Ja. Ja, ik heb al eens uh, gezegd dat uh, Nuitsel Jong ziek was. Ja. Wat hij niet was. Maar dat is het al ongeveer het ergste marchanderen wat, uh, wat ik gedaan heb. Goed, dat, dat is, ook dit klinkt weer... Uh, ik heb geen, geen uh, staatsgeheimen uh, meegenomen. Maar uh, ja, ik heb geleerd dat uh, jonge sportmensen vooral jong zijn. Ze zijn hartstikke goed, ze zijn talentvol, ze zijn ambitieus, ze hebben een grote bek, ze verdienen wel geld, maar ze blijven jong. Dat is onervaren. Uh, uh, en ik heb gezien hoe, wat dat met ze doet. Dat heb ik echt tien jaar lang ervaren. Uh, dat ze naar buiten uit een grote bek hebben en dat ze toer zijn en er binnen, van binnen denken van, en wat moet ik morgen nou weer doen? En hoe kom ik dit evenement nou door? Hoe kom ik, nou, daar heb ik wel uh, een soort empathie voor gehad. Je hebt met Mark van Basten gewerkt, Bert van Marwijk en Louis van Gaal. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat iedere keer een totaal andere aanpak was. Nou, een perschef is ook niet degene die het beleid bepaalt. Een uh, perschef is goed voor mijn karakter geweest, dus dat moet ik ook wel volgen. Ja. Het is niet zo dat ik tegen die coaches zei wat ze moesten doen. Nee, maar ik bedoel, in de benadering ik, van de media, kan ik, ik me voorstellen... Gewild, ...dat je wat? Van Gaal misschien een beetje moet, aanmoedigen, of moet afremmen... ...en dat je Van Basten juist een beetje moet aanmoedigen. Ja, is, dat zou je zo kunnen zeggen. Alleen de vraag is maar of dat verstandig is. Want van Gaal is van Gaal. En moet het die nou afremmen? Of moet het die zichzelf laten zijn? Ik vond het erg interessant. Ja, dat klinkt ook weer zo wijsneuzerig. Erg interessant. Maar ik vond het wel heel erg leuk om mee te maken. Ja. Ja. Ik, uh, de, de leukste zou je kunnen zeggen. De leukste was van Bast om mee te werken. Dan we deden ook echt rollenspellen en zo. En om te oefenen? Alles en nog wat deden we met elkaar. Uh, kaarten wat hij niet kon. Uh, 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 lullen. een uh, um, tracht zijn politieke mening iets, uh, iets uh, te laten opschuiven. Uh, tot uh, tot uh, praten over coaching, alles. Maar wat het belangrijkste van verbaster was dat hij voornamelijk sportman was, voetballer. We bleef voetballen. Dus ik zeg altijd maar, verbaster gooide die bal tussen uh, van Persie, Snyder, van de vaart in en zei: We gaan maar lekker voetballen. We zien wel waar het schip strandt. Dat was erg leuk om, om, om mee te maken. Uh, met vergaan heb ik een hele, hele uh, gesprekken gehad over hoe, hoe, je, hoe ik denk dat hij met de media zou moeten omgaan. Maar dan zei hij: Maar dan ben ik mezelf niet meer. Daar zit ook, ook iets in. Ja. Dus dat, dat, dat is, per se zijn is vooral een soort lenigheid betrachten en uh, inschikken. Maar dat is dat dan misschien ook een beetje de lijn dat je eigenlijk steeds als een soort bemiddelaar tussen mensen die elkaar niet konden luchten en zien, hebt ingestaan en iedereen geprobeerd wat dichter bij elkaar te brengen? Ook de spelersgroep en, de, en het Journay bijvoorbeeld? Ja. Kijk, kijk, je kunt Van het en Dries een de gepadelduil vinden om maar aan Hans Kraai uitspraken aan te halen. Ja. En dat is hij soms ook. Maar het is wel een, een, een geïnformeerde. Journalist die uh, uh, een groot lezerspubliek vertegenwoordigt. Dat is hem helemaal zo. En ik vind dat je daar als bondscoach, vertegenwoordiger van Nederlandse voetbal, mee moet communiceren. Ja. Dat is altijd een eeuwige strijd geweest. In het begin, ik weet nog goed dat we in, in, uh, in Johannesburg bij elkaar zaten in het hotel. Dat de spelers pal voor de persconferentie massaal zeiden: uh, we gaan niet naar de pers. Iedere keer die discussie over de pers zit rechts en wij zijn links en uh, we staan tegenover elkaar. Ik werd er zo moe van. We dan ga je lekker niet. En toen de stond Rob op en zei van het is kwart over twee, we moeten. En toen zijn ze gewoon gegaan en dan hebben ze heel vaak een goed verhaal. Mm -hmm. uh, maar de, die natuurlijke vijandschap, dat vond ik het lastigste. Dat je, er zit een natuurlijke vijandschap tussen de journalistiek en tussen uh, de sporter. En dat, dat, dat komt heel moeilijk, dat hoeft niet bij elkaar te komen. Maar uh, meer respect en weten wat het werk van de een en de ander inhoudt, dat, dat is wel een eeuwige strijd hoor. Maar ja, uh, het publiek moet bediend worden en dat moet je goed doen, vind ik. Ik heb elf afmakertjes. Elf afmakertjes? Ja, en ik, uh, je mag lekker ongenuanceerd reageren. En dan krijg je daarna uitgebreide tijd om er nog dieper op in te gaan, mocht dat nodig zijn. Het meest spannende moment uit mijn carrière was... Sport In de hedendaagse sportjournalistiek maak ik me grote zorgen over... Werkdruk. Ik ben altijd bang geweest voor... <laughs> Zitten we hier op de vroege morgen doodgaan? Mijn grootste professionele blunder is. plagiaat gepleegd. Mijn grootste ruzie op het werk was met. Ontelbaar. Mijn mooiste journalistieke prestatie is. 1978. De belangrijkste journalistieke les die ik leerde is. nieuwsgierigheid. Eeuwige nieuwsgierigheid. Als ik één journalistiek talent aan mag wijzen, dan is dat. Witse van de Goot. En dit zou de kerst op mijn journalistieke taart zijn. Nee, is geweest. De angst voor de dood. Ik zag ook in de boeken eigenlijk een soort rode draad... dat er constant mensen wegvielen her en der. Ervaar je dat zelf ook zo? Nou ja, als je ouder wordt is dat wel nou helemaal zo. Maar uh, ja, ik, uh, ik lees... Ja, maar weet je, het wordt weer zo, zo, zo zwaar. En dat, mm -hmm. dat is ook weer niet de bedoeling. Maar ik... Uh, ik uh, ik heb, nu, ik heb nu een heel jong gezin en, 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 en dat vind ik, uh, ja, ik, ik, ik heb dat wel, ja, ik heb dat wel. Ik denk van ja, wat zou, wat zou er dan hierna zijn en wat zou er dan, hoe zou ik worden afgerekend op alles wat ik gedaan heb en zo. En dat is, uh, nee, dat is niet zo dat ik, uh, nee, daar kan ik wel eens over tobben. Ben je een gelovig man? Nee. Nee, ik wou dat ik dat wel had eigenlijk. Dus je denkt eigenlijk dat het hierna helemaal klaar is dan? Ja, ja, dat denk ik wel, ja. En dat grote niets, dat is iets beangstigends? Ja, ik, daarom werk ik ook af en toe nog steeds, Omdat ik uh, om dan helemaal niks te doen. Dat is niet goed voor me, want dan zak en stort ik in. Dat moet ik vooral niet hebben. En dan, je blijft nu ook contact houden met, uh, met mensen en met jonge mensen. Dat laatste vind ik heel belangrijk, zodat ik niet uh, voor me uit tuffend uh, met een sigaar in mijn mond uh, naar, uh, naar, uh, naar Omroep Max zit te kijken. Dus uh, <laughs> ik probeer, uh, probeer een beetje nog een, uh, via het contact met jonge mensen mijn voeten in de maatschappij te houden. Ja. En, en wordt die angst groter naarmate je ouder wordt, of wordt het juist minder naarmate je ouder wordt? Nee, het is, het is niet zo dat ik er nou dagelijks mee op de toppen. Dat heb je altijd met dit soort vragen. Ja. Maar ik... De tr Dag trouw Trouw heeft, een, heeft een, had een prachtige, ik weet niet of je er nog is, maar een prachtige serie op maandag... Op zaterdag hebben ze me een keer voor, ook ondervraagd. Uh, dat gaat over leven en dood. En dat, 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 honger, dat dwingt je wel tot nadenken en zo, maar... Dus ik, ja, ik kan niet zeggen dat ik... Dat ik uh, Onbezorgd uh, onbezorgd naar de komende jaren kijken. Nee, dat heb ik niet. Hoe wil je herinnerd worden? Niet. Nee, joh, maar dit is toch aanmatigend om te zeggen van. Uh, Churchill wordt herinnerd. Ja, oké. Okay, okay. Maar ik, ik, ik mag toch niet hopen dat ze over 50 jaar op school zeggen: Weet u nog wie Kees zelfs was? Ja. <laughs> Nou, aan het eind van het boek wordt ook gezegd van uh, uh, dat je vader zei van pas op voor de grote leegte, dus blijf ook een beetje ja. bezig. Maar toen zeg je zelf aan het eind van het boek: ik ga steeds meer verlangen naar die leegte eigenlijk. Ik vind uh, uh, wat mensen nooit gedacht hebben van mij is dat uh, hè, van, uh, hij zegt dingen af omdat je ik heb geen behoefte, ik heb er geen behoefte meer aan. Ik ben mijn studio voetbal gestopt, had ik best mee kunnen doorgaan. Ik ben mij, ik ik, ik ik kom niet zoveel. Ik krijg ik, ik nog best uitnodigingen. Maar ik heb niet meer de behoefte om om, om daarheen te gaan. Maar het, er is geen leegte omdat ik her leuke dingen kan blijven doen. Ik ben heel nieuwsgierig, en dat zou ik ook, en daarom ben ik ook een beetje bang voor, omdat ik ouder ben, heel nieuwsgierig hoe het met mijn zoon zal gaan. Dat zou ik heel graag lang willen, 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 willen bijwonen. Ja. Dat vind ik fantastisch. Met alle, alle puberstreken die ze uithalen, vind ik dat fantastisch om er mee te maken. Dus nou ja, als je ouder vader bent, dan komt het moment dat je bij jezelf denkt: Jezus, hoe zou je zijn als je dertig is? Ben ik het dan nog wel? Dat is, dus ik ben heel nieuwsgierig naar de komende jaren hoe dat, hoe, hoe dat gaat ontwikkelen. 78, dat is toch al lang geleden dat dat een mooie journalistieke prestatie is? Nou ja, dat zeg ik bewust. Ik heb dat ook 74 meegemaakt als schrijversjournalist. Nels af tot succesvol. Uh, 76, want ik ben in de NOS begonnen. In 1978 mocht ik dus voor het eerst naar het WK en uh, nou ja, dat, dat was nog een beladen evenement. En ik was uh, uh, volgens de NOS begrippen was ik, uh, of volgens de al daar heersende begrippen, was ik nogal linkser aangelegd en het regime daar was nogal rechts. Dus Bob Spaak zei op Schiphol tegen me, die zwaaide ons uit, ik was de jongste van de groep. Jongen, loop nou niet met je mening op de barricade, gewoon je verslag door bij voetbalwedstrijden. En uh, Jan Mulder heeft toen nog een hele nare column geschreven, dus vergeet je nooit meer hè. Uh, dat ik meer moet uitspreken, maar dat deed ik wel. Uh, uh, ik heb de afgelopen week nog een brief gekregen, ik herinner je hoe het zit, een brief gekregen van het FNV. Die zeiden van, blij dat u toch nog bent opgekomen voor de verdrukten daarom. ik heb man, ik heb uh, geïnterviewd. Ja, dat dus de Braziliaanse directeur was dat toch? Ja, dat mogen, die mogen rustig een dictator noemen. En die heb ik de vraag gesteld wat hij vond van het Fidela regime enzovoort en ja. die heeft mij in vloeiend Frans alle hoeken van de Kamer laten zien. Daar heb ik voorzichtig tegen gestribbeld en toch vond ik dat mijn eigen uh, goede prestatie. Want het, het zat bij een bijna onmogelijke situatie. Uh, uh, ik mocht hem uh, kort interviewen en ik moest toch die zaken aanroeren. En uh, nou, ga dan maar aanstaan als, als jongeling. En dat heb ik gedaan. Toen dacht ik mezelf, nou, wat iedereen ook van vindt, ik heb hem toch de vraag gesteld, hoe durft u dit hier, uh, hoe durft u dit hier te organiseren in Nederland? Ja. land? Die enorme tegenstrijdigheid maken we met Qatar nu meer mee. Hè? De tegenstrijdigheid is dat de, 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 het volk van Argentinië... ...vond het natuurlijk met alle tyfus en zo, en ellende die ze meemaakt... ...fantastisch dat het toernooi er was. Ja. Dat was dat, zo'n tegenstrijdigheid. Armoede, geweld, onderdrukking. En daarnaast, ze vanavond gaan we kijken naar Argentinië-Hongarije. En dan, dan, dan de mensen de gek van voetballen. Gek van het nationale team. En dan komt de hele wereld hier voetballen. Dat, dat gaf hen ook het gevoel van, ja, dat, dat was heerlijk. Dat, 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 dat zwart-witte... Ja, dat was, dat, ik vond het fascinerend. Ik heb dat enorm, enorm beleefd, dat toernooi zelf. Ja, ja. en eigenlijk kwam uh, toen de les van Kuiper, of dat je ook politiek geëngageerd moet zijn. Kwamen ook meteen weer boven water dat je zelf goed op de hoogte was van wat er allemaal speelde. Ja, je zou wel stekker blind moeten zijn om niet te weten wat er allemaal speelde in Argentinië in die tijd. Maar het was nog niet bonton dat verslaggevers van Jurisport daar uh, de boer mee opgingen en allerlei politieke reportages maakten. Dat was niet zo. Wat vind je ervan dan, dat we nu naar Qatar gaan bijvoorbeeld? Nou, ik ben er geweest pas. En alles wat ze over, uh, over Qatar zeggen, klopt. je kan er langer en beter over praten. Als je er bent, zie je de waanzin van, van, van die wereld daar. En moeten wij daar wat mee? Of moet de KNVB er wat mee? Of moet de journalistiek daar wat mee? Ja, de journalistiek moet er zeker wat mee. Dat doet, gebeurt ook. De KNVB moet er ook wat mee. Ik begrijp dat er ook wat mee gebeurt. Maar hier is de afweging... Uh, als ik uh, uh, inschrijf voor een groot toernooi, ik laat een land meedoen. Want voor ook het Nederlandse volk is het belangrijk dat we daar gaan voetballen. Vinden we leuk, miljoenen kijkers, we vermaken ons. Alleen hoe kan je nou op een bepaalde manier in woorden en gebaar duidelijk maken dat het daar niet deugt? Want de deugt daar natuurlijk niet. Hè? Nee. Er liggen schitterende naast elkaar die nooit meer gebruikt gaan worden. Want het is geen voetballand, geen voetbalstaatje. Uh, uh, ik, ik ben er geen, uh, geen lokale inwoner tegengekomen. Het zijn allemaal uh, minderheden die, die uh, uh, buitengewoon weinig verdienen en moeten bijdragen aan het succes van Qatar op sportgebied. Qatar investeert miljarden om allerlei grote evenementen naar Qatar te halen. Dat is maar één doel: uh, verheerlijking van de eigen maatschappij. Maar de, bevolking die, de mensen die de bijdragen aan de verweerlijking daarvan, ja, die, die leven echt in een totaal andere wereld. Zonder luxe, zonder geld, zonder hoop. Dat is echt zo, er zijn geen clichés. Als je tegen een taxichauffeur zegt van waar komt u vandaan, zit hij van de Filipijnen of van, uh, van India of van uh, Afghanistan. Daar komen ze vandaan en vervolgens zeggen ze, ja, ik, ik. en dat is ook wel heel raar, ik ben wel blij hier. Want ik kan iedere keer geld overmaken naar huis, en al is het nog zo weinig. Dus het is hartstikke complex. Ja. Alleen het toernooi hoort er niet. Het draait allemaal om het publiek. Hoe denk je dat het publiek je ziet? Mij? Ja. Oh, geen idee. Ik ontmoet altijd, als dus ik naar Utrecht ga, altijd hele leuke mensen, maar ja, ik, ik zie ook wel eens mensen die me niet leuk vinden, ja, dat schijnt erbij te horen. Ah, je hebt, je hebt het publiek ook gesproken? Wij hebben het publiek gesproken. Oh, ja. Deze meneer, weet u wie dit is? Uh, ja, het is iemand van de televisie. Een hele bekende, maar kan niet op zijn naam komen. Uh, die oud uh, voorpresentator, dacht ik? Het is eigenlijk ook mijn generatie, laat ik het zo zeggen. Sportverslaggever, uh, vooral voetbal. En, uh, nou ja, al jaren en jaren en jaren actief. Weet u een keer? Ik dacht Kees Schilperorden. Ja, Jansma. Nee, Jansma. Kees Jansma is mijn beste vriend. Hij heeft het boek van Snijder geschreven. Is ja. hij zelf uiterst ontevreden over? Ja, Snijder ook, geloof ik. <laughs> maar, uh, ja, dat is uh, Jansma. En ik. Uh, nou, bekende scène van 88 dat hij in dat uh, bad werd geflikkerd. Ja, nee, nee, maar dat hij heel erg uit zijn dak ging enzovoort. Dat, daar kan ik me iets van herinneren. Dat was volgens mij Kees Jansma. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp komt. Juist, juist hem, ja. Die uh, is persvoorzitter geweest van de Nederland Elftal. Uh, heeft hij bij de KNVB gewerkt. Uh, goed bevriend met Dick, uh, Dick Advocaat en Louis Vergaal. Hij heeft altijd een vrolijk uitstralend gezicht. Als je nou zegt van iemand die een vrolijk gezicht heeft, dan is hij het. Ja, het is gewoon een hele fijne stem, heeft hij natuurlijk. Zeg maar, net als Johan Derksen, gewoon een icoon binnen de, binnen de voetbalwereld in Nederland. Ik vind het op zich wel een sympathieke man, maar hij is ook wel een beetje een kritische mening bij mezelf. Ik denk van niet helemaal gepast meer. Oh ja, wat dan? Nou, toch een beetje van het oude, oude, oude voetbal, oude school. Uh, vaak ook kritiek op, uh, op Nederlands halfdeel, op het aantal jongens die daar rondlopen. Ik uh, denk een beetje ook omdat het komt, dat. Hij van de OGR is dat kritiek heeft op de jongens van nu. Memphis Depay, Dat soort jongens. Wordt wel schappig gemaakt dat hij wel eens met vrouwen aan de haal is en zo. Vind ik altijd wel leuk. Vind ik leuk op de. <laughs> van zo'n oudere man. Ik vind hem toch wel weer goed, ja. Ja? Nou, dat, dat jij het hebt laten zien. Maar anders, anders was ik er ook, ook echt niet meer aan gedacht, hoor. Maar ik vind hem wel weer goed. Echt een vakman. 100%. En ik denk een mooi persoon in die zin. Uh, hij werkte volgens mij ook met Van Gaal samen. En hij kon wel dealen met Van Gaal. Dus hij stond niet helemaal op zijn strepen. Dus het ging hem waarschijnlijk voor zijn doel om een presentatie te doen of uh, de sport uh, te promoten. Weet je wat meestal opvalt? Nou, dat de jonge man, leuke man, met die rode met die krullen, het heeft over mijn relatie met Memphis Terwijl ik een hele goede relatie met Memphis Depay heb. Dus, dus die heeft dat uh, of verkeerd ingeschat of verkeerd ergens gelezen of gehoord. Uh, ik, ik, ik was perschef en toen uh, was er veel te doen over Depay. En uh, uh, was dat een, een hoed die hij op had? Ja. Ik was perschef en er stonden heel veel stukken in de kranten over de hoed. En toen kwam hij bij me in het hotel in Noordwijk en zei hij: Kees, we hebben het over een hoed. Men heeft het over mijn hoed. Ik ben jong en ik vind die hoed leuk. Maar waarom word ik veroordeeld over het feit dat ik een hoed op heb? En toen kreeg ik, man, je, hebt, je hebt gelijk. Je hebt gewoon gelijk. Je moet veroordeeld worden op uh, of je kan voetballen of je niet kan voetballen. Maar dat gezeik over die hoed, dat moet eigenlijk afgelopen zijn. En daar heb ik toen mijn best voor gedaan. En tot op de dag van vandaag communiceren wij met elkaar op een hele leuke, aardige manier. Hm. Dat is een, uh, een ingewikkelde jongen. Vaak verkeerd begrepen krijg ik het gevoel. Ja. Nou, dat is ook wel een beetje eigen schuld, omdat hij nog niet bepaalde openheid uh, in Hoge Zevande heeft staan. Want hij heeft iets van, ja, dat gaat toch geen flikker aan hoe het met mijn privé gaat. Dit draag ik wel uit als ik dit wil uitdragen. Ja, ik zou ook niet, als ik, als ik hem was met een leiger. Dat is een leiger, hè? Met een leiger ja. op de foto willen. Nee, dat zou ik ook niet doen. Maar hij wel. Alleen, hij zegt, en nee, ik vind dat hij daar een belangrijk punt in een heeft, is dus van, beoordeel maar nou op, op, op waar waarop beoordeeld moet worden. Ja. Ik doe niemand kwaad, ik, 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 ik leid een redelijk rustig privéleven, maar anders dan jij en ik. Uh, maar ik, ik, ik ben wel topsporter, daar wil ik op beoordeeld worden. En daar hebben we een hele leuke gesprek over gehad en als ik hem zie, dat is niet zo vaak, maar dat, dan is het altijd warm. Dus dat heeft de jongeman, man. kan ik dat even rechtzetten? de rest vind ik allemaal prima. Maar, maar de paai is, uh, ja die kan soms zo nors kijken, dat denk ik. Oh. Maar ja. vind je dan als, als, als perschef zijn zeg maar dan niet ook een beetje onhandig? Want hij had ook die documentaire die door Jessica Valerius gemaakt was. Ja. Daar staat zijn moeder voor een dichte deur ja. uh, in, in Dubai. Ja, uh, hij, heeft, hij staat een glas twee meter bij hem vandaan. En dan roept hij zijn assistent of ze even dat glas voor willen pakken. En zo. Ja. Dat versterkt natuurlijk wel heel erg die beeldvorming. Nee, dat klopt. Dat, dat, dat vind ik ook. Natuurlijk zou ik soms willen dat die gasten uh, niet in zo'n hele grote padsige auto bij huis de duim voorkomen rijden. Maar ja, wat, wat doe ik daarvan kwaad mee dan? Hmm. Uh, zeggen ze: denk ik, Ja, daar zit ook iets in. Die leven hun eigen leven en dan ga ik niet dat ze met een vingertje roepen van dat het niet kan. Hoe heb je zelf de bekendheid Nou nee, Dat is soms leuk en soms niet. Als Joh een grap over me maakt, ik ze, dan belt hij dag op en zegt hij van: Ja, ik moest toch ergens een grap over maken. Zeg, ja, ik vond hem niet zo leuk. Overigens heeft, is het laatste dat ik nog een keertje, dat hij ergens een paar grappen over me maakte. En toen hoorde ik mijn zoons in de kamer, in hun eigen kamer, keihard lachen. En ik dacht van Jezus, daar gaat hij weer. En, Ruben en Sander lagen in een deuk. Zeiden, dat was grappig, pap. Dan denk ik: Oh, wacht even. Ook daarbij is de tijd tij enigszins ja. veranderd. Ja. Ja, er zijn hele compilaties van Kees Jans, maar grappen in, uh, in VI. Ja, die bestaan, ja. En het merendeel is niet waar, maar dat mag niet. <laughs> uit. Dat klopt, nee. ja. Uh, Derks heeft natuurlijk door zijn uh, bekendheid ook echt bedreigingen en intimidaties en zo gekregen. Heb je daar gedurende je carrière wel mee te maken gehad? Nee, nooit. Okay. Nooit. Ook niet toen ik bij Adolf wegging. Uh, gewoon niet. Van Basten zei: een topper die moet tegen kritiek kunnen. Dat ging dan eigenlijk over zijn omgang met de eigen spelers. Maar ik las in een heleboel interviews. Zag ik steeds dat de kritische noten. Je, je, je refereerde net zelf ook al aan uh, rond Gorge Fidela, dat er in de krant een kritisch stuk was geschreven. Nico Dijksoorn is een keer kritisch geweest. Jan Mulder is een keer kritisch oh, nee. geweest. Ja. Oh, maar Nico Dijksoer ook heel aardig stuk over me geschreven. Ja, maar ja. Uh, kon je die kritiek makkelijk van je af laten glijden? Soms ik... nu wel. Toen, toen moeilijker. Wat, ik, dat, wat je vooral hebt is als je als je dat je denkt van dat heeft hij over mij geschreven, maar dit ben ik helemaal niet. Dan pakte ik wel eens de telefoon. Ik heb Nico Dijk ook keer gebeld. In de beginfase heb ik hem gebeld. Zeg maar, je schrijft zo, je weet helemaal niks over me. Mm -hmm. En alles wat je wel over me denkt te weten, klopt niet. En toch neem je als waarheid dat aan in je kolom. Nou, dat heb ik een tijdje gedaan. Dat soort dingen dan belde ik wel eens op, maar dat is al heel lang geleden. Dat, is, uh, dat doe ik niet meer. Welke kritiek heeft je het meest geraakt? De vervelende is als je als je een nationale klootzak wordt gevonden. Terwijl je uh, denkt dat je dat niet bent, om er iets te noemen. Uh, of, uh, of, als alles, of als alles uit ijdelheid voorkomt. Dat is natuurlijk ook niet zo. Het is gewoon mijn werk geweest in al die, al die jaren. En uh, ja, ik, het is niet zo dat ik me dat zijn we mee begonnen Dat ik me voorsta met het feit dat ik de voetbaluitslagen goed lees. Dan had ik wel een vader die zei tegen me: van, Dat is wel je grootste verdienste. Je hebt gisteravond gezegd dat het 0-0 was en dat klopte. En, uh, uh, <laughs> dat is geen relativeren, dat is gewoon werk. Je moet er niet te veel in gaan geloven. Wim uh, Kieft, Kieft dan zeggen: uh, uh, <laughs> Ja, dat is een gevleugelde uitspraak van mijn vriend Kieft. Ja. Ja. Ik heb nog wat uh, quotes en koppen uit de media. Hij heeft ook een hele grote gebruiksaanwijzing, een heel dik boek. Nou, dat klopt wel. Wie zegt dat? Wim Kieft. Ja. Hij ook trouwens. <laughs> ja. ja. Maar dat is juist, ja. Waar ja, je niet zou bijna willen zeggen. En wat is dan de, de belangrijkste regel in de gebruiksaanwijzing? Nou, Wim weet dat als geen ander. Uh, die weet dat als geen ander. Als ik ergens binnenkom uh, in een studio of wij wat ook. En mensen doen overdreven aardig tegen me. Dan klap ik dicht. En dan weet Wim precies hoe ik reageer. Dan word ik onaangenaam. Dan denk ik, joh, doe nou lekker normaal. Fijn. Jij zegt ook van ons. Fijn dat je er bent. Dan denk ik, ja, we hebben afgesproken. Dus natuurlijk ben ik hier. Ja. Dan denk ik, van, ja, pff. Er Zijn mensen in de studio, producers en dat soort mensen, die gaan dan heel erg aardig tegen me doen, dan, dan word ik ziek van. Ja. Of uh, gisteren bij Utrecht, dan, dan zet ik mijn auto neer en doen die mensen zo aardig, dan denk ik, joh, doe het nou lekker normaal en dan word ik zagrijdig. Misschien vinden mensen het heel fijn, ik als ik, wij hier hadden gezeten, die was niet gekomen, had, Wat had vrij veel... Ja, maar, 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 maar we hebben afgesproken, dus normaal dat de kom. <laughs> ja, maar, zeker, maar... Ja. maar dan, dan word ik dus zagrijdig van. Okay. En, uh, is het maar net uh, goed gegaan eigenlijk. Hè? Net goed. Een kief die niet zegt dat hij in de problemen zit, dan word ik zachter ja. van. Ja. Dan komt er opeens vanuit het niets een sms'je. Ik hou van je, kus Kees. Wilfred gene is dit? Nee, Hans Krij junior. Dat kan. Ja. Ja, ja, dat heb ik wel eens gedaan met Hans, ja. ja. Kijk, uh, ik heb met, uh, met de hele familie Kraaij een geweldige relatie gehad. Vooral met zijn vader en moeder. En met zijn broer en zus. Ik mocht als enige... Speech op de begrafenis van Hans Kraai senior. Ik weet hoe Hans Kraai junior in het leven staat en wat hij heeft meegemaakt en hoe die, is, hoe die Hans Kraai junior is geworden. Hij is natuurlijk al lang geen Hans Kraai junior meer, hij is Hans Kraai. Ja. Um, en soms moet hij een klap voor zijn kaders hebben en die heb ik wel eens gegeven en die was dan te hard. En dan denk ik, juist bij Hans moet ik nu duidelijk maken waarom ik dat gedaan heb. Dan moet ik duidelijk maken dat ik, dat ik hem eigenlijk wel een aardige gozer vind. Want hij is in staat om, dat, om te denken dat ik hem helemaal niet aardig vind, omdat hij dat niet kan onderscheiden: werk en privé. Dus dan stuurde ik inderdaad zo'n sms'je aan hem. Ja, dat is ook niet vaak gebeurd hoor, maar ik heb het wel gedaan. En ja. Ja. Ja, zo'n sms heb je ook wel eens aan Wilfred gestuurd. Ook wel eens aan Wilfred, ja. En waarom ja, dan? Zelfde reden. Uh, 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 Wilfred is genadeloos ambitieus. Dat is hij. Uh, nou, dat was ik niet. Ik was wel ambitieus. Maar niet, niet dat je ten koste van alles het top wil halen. En ik vond dat je Wilfred af en toe klappen zijn kop moest geven. En dan denk ik, ja, zou die nou wel begrijpen waarom dat is? En uh, dat klinkt heel vaderlijk en weet ik van wat. Dan, denk ik, dan moet ik toch even uitleggen dat ik dat doe, omdat ik denk dat hij een hele goede presentator is, maar ook wat andere mensen rekening andere moet houden, bijvoorbeeld. En kan hij een beetje incasseren? Wie? Wilfred. Ja, dat is, uh, dat is wel gelukt denk ik de loop der jaren. Dat is de enige in Eelversum die nog meer heeft gemaakt <laughs> Ja, met, met minder redenen. <laughs> Ik heb Sierter Vos vier keer aangenomen en vier keer ontslagen. Ja, dat is een paar keer overdreven, maar het klopt wel. ja. Waarom dan? Je kan zich zo vreselijk aanstellen. en, en zo vreselijk met mensen omgaan. dat je af en toe wel moet ingrijpen. Maar dan, als ik dat dan deed, dan zeiden de redactieleden. met wie hij zo treurig was omgegaan. Ik weet dat hoe die is. Doe het nou maar niet. Bescheidenheid Sierte Vos is natuurlijk. Ja. Een, is een, is een uh, uh, gevleugelde uitspraak geworden. Overigens, ik heb hem aangenomen. Toen uh, zat ik in een slikzoemertje bij de NOS zelf als chef sport met Martijn Linnenberg en Hensen Bakker. Ja. En we zouden komen op een sollicitatiegesprek, van vier uur, en om half één belde mijn vrouw op, maar ook mevrouw Linnenberg en ook mevrouw Hensen Bakker, die belde op van, we hebben nou toch zo'n gigantisch bloemstuk gekregen thuis? <laughs> ik zeg, oh ja, van wie? Ja, dat staat erop. Van harte is het even de juiste keuze voor uw man, ja. Siert de Vos. Toen moest hij nog op sollicitatiegesprek komen. Ja. En uh, dat typeert hem ook wel natuurlijk, uh, maar Sierte gelooft echt in... Uh, uh, in, in wat hij zelf doet en hoe beroemd hij is en zo. En, en daarnaast is hij ook gewoon een hele een zorgzame vader. En een, uh, je kan geweldig met hem lachen, maar hij is soms ook hartstikke gek. En uh, nou, dat, ik vond dat ik dat af en toe wel moest zeggen, ja. Ja, maar dat was wel grappig, want hij eerst deed hij heel moeilijk en toen kwam hij uiteindelijk. En toen bleef hij de hele middag de wilde ja. bijna blijven slapen, zeg maar. Ja. Het, is een, het is een hele, hele geze, gezellige man, maar ja, zeker. het is wel heel, heel uh, lastig uh, om uh, hem uh, in te schatten, uh, zeg hij maar. Hij komt op mijn verjaardag en dan gaan mevrouw en ik om een uur of twaalf half heen naar bed. En Siert blijft de stilende meute tot vier uur s'nachts van mij. <laughs> en uh, prima, hartstikke gezellig. Alleen uh, hij hoeft het wel af en toe een klap voor kop. Tenminste, dat vind ik. En Siert kon dat ook wel hebben? Nee, natuurlijk niet. Ik heb het wel, uh, wel huilend meegemaakt. En, 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 en treurig en verdrietig. En, uh, en uh, weet ik veel wat van buien die allemaal had. Maar het uh, ja, moest echt wel. Je moet echt af en toe wel, ja, sorry hoor, maar af en toe denk je van nu aan het binnen doen. Dacht oh. ik. En is dat beter geworden door de jaren heen? Of kijk ik, je dat ik, ik maak uit? nu Ik luister alleen al maar. Uh, 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 en soms met heel veel genoeg en soms met niet. En soms maak ik echt veel gebruik van hem. Als ik in Spanje ben en wil weten waar ik moet eten. En die zijn een commentaar geven en dan vraag ik of hij misschien wat restaurants kan doorgeven. En dat doet hij dan ook. Ja. Dus de enige die zich dat kan veroorloven. Met een grote schade aanhangers. Iataren ja, heeft een buitengewoon luie instelling. Zei ik dat? Ja. Nou, dat klopt. Ja, als je een supertalent bent en door iedereen die met je werkt zo, zo wordt eh, gezien. En je, je verkwanselt dat, dan kan dat nooit de schuld zijn van al die trainers en al die begeleiders en al die medespelers. Dat, dat kan niet. dat bestaat niet. Maar Jezus, die gewoon ook wel zo goed voetballen. En dan heb ik het al: hij is begin twintig en hij kon goed voetballen. Dat ja. vind ik treurig. Ja, want de PSV heeft ze natuurlijk met de paai ook heel wat te stellen gehad. Maar daar hebben ze het wel voor elkaar gekregen om hem naar de wereldtop te lanceren. Zeg maar. De paai zelf dus ook. Ja, ja. ja we hebben Iatara toen uitgebreid geïnterviewd. Een hele aardige, dus lieve jongen. Zeker. En dan snap je eigenlijk gewoon niet waar dat dan. Nou ja, ik heb in Voetbal heel, ik heb ook heel veel gewerkt met Avalai samen. Uh, en die, uh, die dus een totaal andere instelling heeft. Hè? Dat, Avalai wilde uh, en haalde de top, de absolute top. Uh, ondanks alle uh, kritiek die hij kreeg en uh, gebreken die bij hem werden aangetoond op voetbalgebied. Dus een, is een persoonlijkheid die zegt van ja, ik ga mijn eigen gang, ik kies mijn eigen vrienden, ik kies mijn eigen weg. Ja, dat zo hoef je niet te zijn. Maar ieder dan verkwanselt uh, zijn eigen kwaliteiten. En daar is hij dan. Hij draaide zich om en begon zo verschrikkelijk hard tegen mij te schreeuwen. Ah, dat is wat Genee. Zeker. Ja, dat klopt. Luister, nou, voorkom juist. Het zal nog wel eens moeten gebeuren bij hem. Ja, want hij zei van, Kees Jansma, dat is eigenlijk mijn, mijn groot idool. Toen kwam ik daar bij de NOS en dacht je, uh, dacht je meedraaien. Toen kwam Kees binnen, uh, maakte een paar uh, schunnige grappen, sloeg iemand op de kont en grijde een uh, bord patat leeg. Ja, en hij dacht, is dit mijn Kees Jansma? Ja, dat klopt. Dat is ook geheel niet waar, deze zin. <laughs> okay. dat, is nou, dat is het programma, je citeert juist eigen werk. Want dat is gewoon helemaal niet waar. Okay. Maar, maar dat heeft ook geen zin om daarin te gaan. Daar ga ik ook helemaal niet meer tegen in. Het is wel zo dat ik hem ongeveer de deur heb uitgescholden. Uh, maar dat was het enige. Hij kwam gewoon naar mijn kamer binnen. en kwam gewoon om een gesprek. En al het andere is grappig. Maar niet waar. Okay. Ja, ik, ik zou wel steken blind geweest zijn. Als ik niet zag dat Wilfred Gene. Die, 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 die kan zich zo vrij voor een camera gedragen. Ik heb er maar één meegemaakt die het ook kon. Dat is Marts Smeets. Uh, Wilfred kon dat ook. Dus, dus die is gewoon gemaakt voor de camera. Ik ben nerveus als ik voor een camera zit. Hij nooit. Het beheerst de camera. Maar. Die kwam binnen met een zelfvertrouwen. Ik dacht van: En mh, hallo, er werken hier alleen maar knoeiers bij, bij sturen Nou, dat lijkt me toch even niet. En uh, waar is eigenlijk dat zelfvertrouwen gebaseerd? En die heb ik gezegd: Van ja, wacht even. Ik, ben mezelf, ik weet zeker dat ik tegen mensen heb gezegd: Dat wordt een goede presentator. Dat kan niet anders. Maar even niet bij ons nog. Even wachten. En Nadat dat je jarenlang achter uh, in die auto had gezeten, dacht je: <laughs> Jij gaat niet op deze manier hier nee, binnenkomen. Want, uh, ik, ik kon er niet zo goed tegen dat hij uh, dat klopt, dat hij. Uh, dat hij uh, dat hij uh, ervaren kracht uh, desoverweerde door, door te zeggen van mijn is klootzak, je kan het beter. Dat zei hij ook niet door klootzak. Maar ik denk, die ga ik even een pak slaag geven. Verbaal, dat klopt, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Maar je hebt ook al gezegd, hij had ook Jeroen Pauw kunnen zijn, maar dan moet hij nu inmiddels wel een beetje een andere afslag nemen. En ik las ook dat je zelf eigenlijk ook graag het liefst met het Oog op Morgen bijvoorbeeld had gepresenteerd. Ja, dat had ik heel erg leuk gevonden. Omdat uh, mm -hmm. ik vind radio het allerleukste wat er is, en uh, uh, ook het makkelijkste. Want hier moet je allemaal camera's opstellen en dan moet je allerlei dingen doen. En bij radio kun je gewoon inpluggen en dan gaan we. Maar overmorgen vind ik een programma dat. Uh, uh, ja, dat is een mix die mij erg aanstaat. Uh, het nieuws van de dag, het nieuws van morgen, uh, korte, uh, goede gesprekken met, uh, met gasten. En dus niet alleen over voetbal, maar over alles nog wat. En dat had, had ik heel erg leuk gevonden. Ja. Hmm. Ja. Maar, maar dat is, kon eigenlijk niet is, vanuit is, die nee. sporthoek. Want, of Joep Schreuder zei: de sportjournalistiek is een beetje het achterlijke broertje van de, van de gewone nou, journalistiek. Dat is een statement van 1950. Ja, precies. Dus dat, uh, maar, maar in jouw tijd kreeg je die kans eigenlijk niet, toch? Omdat nee, je niet nee, veel nee, die nee, in die nee, ik, nee, want ik heb dit gezegd van de oh, morgen... Uh, toen was ik al bij de NMS, bij wijze van spreken. Het had niet al... gekund, zeg maar. Je hebt nooit de keuze gehad om wel zoiets te Niemand doen. Niemand heeft me dat ooit gevraagd. Dus, mm. dus, uh, nou, er zijn ook genoeg andere mensen, mensen geschiet voor. Dus, uh, ik, 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 ik ben er niet door getraumatiseerd. Maar het, uh, nou, ik heb er ook een complex over gehouden. Maar ik, vond het, uh, ik, ik vind het gewoon een heel leuk programma. Dat het nog steeds bestaat. Godzijdank. Ja. Die ruim 55 jaar, als je terugkijkt, wat, wat heeft het je gebracht? Dat ik in dit programma mag zitten, zeg. Want verdikken me. Een hoogtepunt naar de andere word ik mee overvallen. Het is echt geen valse bescheidenheid, want dat klinkt ook weer zo lullig. Maar Jezus, als je als jongetje zegt met die T-safe, wat Eppo zei. Want ik zit echt met een T-safe, dat is gewoon waar. Ik wil sportverslaggever worden. En dat kan je worden. En uh, je maakt alles mee wat ik heb meegemaakt, de hele wereld overgereisd, man. Alles nog wat mogen zien. Overal, overal wat ik als jongetje prachtig vond, mocht ik bij zijn. Nou, wie ben ik om te klagen? Ja, de meeste mannen hadden een vrouw aan de muur hangen en je had een lijstje staan met Hollander erin. Nou, zeker weten. Ja, ja ik, 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 ik genoot van Bob Spak en Jan Quintana en zo van Emmerens en ik wilde ook zo worden. En nou ja, ik heb... Uh, wat zei je ook weer? Zal ik in het rijtje met Mats Smeets, Jack van Gelder? Ja. Mijn god, wat ben ik een uitverkorene. De grote drie. <laughs> ja. Maar is het dan al gelukt als je terugkijkt? Carrière, is hij geslaagd? Ja, maar, ja want, want ik ben tevreden. En dan is, dan, dan is het geslaagd. Maar niet zo dat ik uh, nu, nu straks de, de staat op loop en bij uh, en mezelf denk: godverdikke me zegt dat, uh, dat dat was wat. Ja. Dat, 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 dat wordt altijd gekoppeld aan tv-mensen, dat ze die ijdelheid hebben, maar die heb ik helemaal niet. joh. Dat is, uh, ik, ik, vind het, ik, vind, ik heb een pracht, dat is prachtig. prachtig. Uh, en nog, dus. Wat was zelf je favoriete vraag om te stellen? Die heb ik niet. Nee? nee? Nee, nee, nee. Maar ik je je vind dat je het best aardig doet. Nou, dat, is fijn, dat is fijn om te horen. Heb je nog iets laten liggen ergens? Jij? Ja. Je zegt van, ja, je, gaat, je nodigt me uit. We gaan een lange tijd zitten. En je had daar wel even over mogen beginnen. Nee, je hebt je... Ja, dat klinkt zoveel. Maar je hebt je goed voorbereid. Maar weet je, ik heb er niet zo gek veel meer aan, aan, aan toe te voegen. Dat brengt ons bij de laatste hoorde. En dat is de journalistieke les. oh. We hebben hier een lijst met een prachtige foto. En dan mag je ja, eigenlijk jouw kernboodschap of het belangrijkste journalistieke les, mag je daar opschrijven. En dan voegen we weer toe aan de galerij der kopstukken. Even kijken, mag ik dit in mijn eigen handschrift doen, want dat kan je niet lezen. Hè? Ja, dat dan zal het, mag het, zeker. kan je echt niet lezen. Ik schrijf op uh, eeuwige nieuwsgierigheid. Want dat is volgens mij het kenmerk van, uh, van dit vak. Eeuwige nieuwsgierigheid, het gaat nooit over. Kees Jansma, hartelijk dank. Dank je zeer voor de uitnodiging.